Kijk hoeveel spinnen dat er dan zijn. Kijk, kijk dit dan. Dit is toch niet normaal? Oké, dus dag. Ik heb één electrical doodad gemaakt. En ik ben van plan alchemy engine te bouwen. Dus moeten we even wat meer rocks hebben. En die lagen hierboven, dus daar gaan we even op halen. We zijn niet insane, dus dat is goed. We zijn nog geen levens kwijtgeraakt, dat is ook goed. Dat of we spelen super onaanvallend. Maar dat valt wel mee, we zijn ook niet heel veel tegengekomen, zeg maar. Dus dat daar een beetje aan ligt. Builders, altijd mooi. Boulders, hoe je het wil noemen. Cutstone, zo. En dan maken we... En dan heb ik er verder nog nodig. Ik heb 2 stone nodig en een board. Dus ik heb toch eventjes mijn... mijn table nodig, of mijn, het is geen crafting table, mijn science machine nodig, en ik heb wat meer hout nodig. Dus, pakken we onze hakbel, en dan gaan we even hakken. Oké, we hebben nu dus meer hout dan we eigenlijk kunnen dragen zelfs. En nu neem ik ook even die bloemetjes mee, zodat ik niet helemaal insane word. Ja, dan komt het helemaal goed. En dan kunnen we terug om te gaan refinen. En dan kunnen we onze alchemy engine gaan bouwen, wat natuurlijk wel nice is. Maar ik denk dat ik dat vannacht pas ga doen, zodat ik nog een beetje nuttig gebruik kan maken van mijn dag. Ik weet niet of ik ben hier buiten niet geweest, dus even kijken of hier nog iets te doen is. Oh, hier is Max wel eens door. Dat is goed om te weten. Hier is keivel goud, dat is ook best goed om te weten. En hier zijn allemaal spinnenwebben. En aangezien ik toch best wel... Ik heb nog geen... Oh! Ik heb nog helemaal geen keer gemaakt. Dit is wel een probleem, dat hier zoveel spinnen zijn. Dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, dat hier zoveel spinnen zijn. Maar wat toch nachts, we kunnen hier weer weg. Gelukkig. Ja, dat zijn er wel heel veel. Maar daar is Max wel eens door dus. Dat is ook goed om te weten. Ik ga even naar huis toe. En als ik dan thuis ben, dan gaan we eens eventjes een alchemy engine bouwen. Oké, dan zijn we terug bij de basis. En dan kunnen we hier dus, als het goed is. Nou kunnen we een alchemy engine bouwen. En die ga ik... Kijk hoor. Nou, die bouw ik wel gewoon hier. Zo. Nice. En dan kunnen we hiermee... een rope maken. En als ik een rope heb, kan ik een spier maken. En met een spier zijn we wel beter beledigd tegen al die tegen alle spinnen. Nou, even dit beest kapot maken. Vlees, altijd leuk. En een cattail, ook mooi. Ik zie dat het dag is, want ik kan hier toch niet heel veel doen. Oké, het is nu dag. We hebben een spier. Ik wil even kijken wat hier boven te doen is. Misschien dat hier ook nog iets vers te vinden is. Nee, lijkt het niet op. Volgens mij houdt gewoon hier het hele eiland op. Jammer, ik dacht misschien vinden we hier nog wel iets leuks, maar dat was dus niet zo. Nou, maakt niet zoveel uit. Heb je wel zo'n huisje? Dat is cool. Eigenlijk zou het cool zijn als ik een hammer kon maken. Want dan kon ik mijn oude science machine stuk maken en daar wat spullen voor terugkrijgen. En dan kon ik dit soort huisjes slopen om pigskin van te krijgen. In plaats van dat ik daar een pik voor hoef dood te maken. En als dan pigskin heb, dan kan ik daarna de spiders gaan battelen om wat zilk te krijgen. En dan kan ik een paraplu maken. Ook al doet die straw hat het best wel goed, moet ik toegeven. Maar ieder beetje verdediging, het helpt natuurlijk. Ik wil even een nieuwe straw hat maken, of een nieuwe garland. Omdat die bloemetjes een beetje rot aan het gaan waren. Wat hebben we nog meer? We hebben hier vijvertjes, dus we kunnen gaan vissen als we spul daarvoor hebben. Wat is hier nog meer? Hier heel veel varkens. Maar ik weet niet of dat ook een picking in de buurt is dan. Zou natuurlijk kunnen. Nee, daar lijkt het niet op. Oké. Het zou eigenlijk gewoon mooi zijn als we wat gras konden vinden. Als we wat gras hadden, dan konden we tenminste wat meer dingen gaan maken. Hammer en zo. Er zijn ook zoveel pigs. Ik zou gewoon denken dat hier een picking in de buurt was. Het zou wel vet zijn hoor, picking. Want pickings zijn gewoon over het algemeen cool. Nog een beetje gras, dan kunnen we een pighuis slopen. En ik weet dat hij daar niet blij van zal worden, zo'n varken. Dat snap ik ook wel als ik zijn huis stuk maak. Maar ik wil het toch even proberen. Oké, hij vindt het niet erg. Pigskin, cutstone boards. Cool, gratis spul. We hebben pigskin. Nou dat we pigskin hebben, kunnen we, als we heel veel pigskin zouden hebben zelfs, kunnen we misschien zelfs wel een goede helmet gaan maken waar we iets aan hebben. Ik vind het ook wel mooi dat heel al die pigskin fucks geven om het feit dat ik al een huis sloop. Ja, oké, dan niet. Zo, die dacht hij niet aankomen. Nou, dit huis kan ook nog wel even slopen als we toch bezig zijn. Oh shit, kijk hoeveel honger ik heb. Daar heb ik helemaal niet op gelet. Eat, oké. Gelukkig. Oké. Ik dacht even dat we dramatisch veel honger hadden, maar dat viel wel mee gelukkig. Wat ik nu nodig heb, dat zijn wel spinnenwebben. En spinnenwebben, die hebben we gelukkig heel erg veel hier op de kaart. Dus dat is geen probleem. Wel misschien een probleem hoe we die spinnenwebben precies gaan krijgen. Want aangezien er 80 miljoen spinnen overal zijn,
Ja, dat bedoel. Kijk hoeveel spinnen dat er dan zijn. Kijk dit dan. Dit is toch niet normaal. What the fuck. Oké, goud is hier. Leuk om te weten. Fijn. We gaan eigenlijk gewoon een beetje van die spinnen af te komen. Zodat ik ze één voor één kan slaan in plaats van alles tegelijk. Oh. Als ik even die spullen zou kunnen oppakken. Zou wel chill zijn. Ja, heb eens. Oké, ik heb een skull ofzo. Nee, ik kan niet healen. Dat doe ik straks wel. Ik wil nu gewoon terug naar mijn huisje komen. Als ik terug in mijn huisje ben, dan kan ik misschien wel wat nuttigs gaan doen. Misschien. Misschien ook niet. We zijn nu weer bij het huisje. Ik wil even kijken of ik nou dus misschien wel een umbrella kan maken. Ja, dat kan. Cool. Dan hebben we die ook. Ik weet niet precies wat ik hiermee kan. Ah, ik zie wel weer als het dag is, joh. Oké, het is weer dag. En ik wil eigenlijk nog meer spiders killen. Omdat ik dan misschien wat meer silk heb. En dan kan ik heel misschien wel een vissengel maken. Zodat we heel veel voedsel zouden hebben. Maar ik weet niet precies of dat nuttig zou zijn. Dus ik moet even nadenken. We kunnen ook gewoon even verder lopen. Kijken wat er achter de spinnen is. Dat zou ook wel grappig kunnen zijn. Want het pad liep wel heel ver door. En ik dacht even doen. Gewoon kijken wat er achter die spinnen te doen is. En onderweg zou ik wel chill zijn als we wat van die gras dingetjes konden vinden. Want gras hebben we nodig voor onze voetbalhelmet. En een voetbalhelmet zou wel gaaf zijn. Ik wil ook wel zien hoe het eruit ziet. Een robot met een voetbalhelmet op. Of ja, voetbal. Je hebt soms een ijzeren gevaarte wat je op je hoofd doet als je voetbal gaat spelen. American voetbal. Niet Nederlands voetbal. Dan heb je geen helm op vaak. We kunnen hier ons pad volgen. Misschien komen we er wel op een cool plekje uit. Wie weet. We kunnen ook proberen een crockpot te maken. Oh, we kunnen ook proberen een ei te stelen. Oh, kak. Hé, ik dacht misschien kunnen we zijn ei stelen. Oh, zeg, hij spreekt snel, gek. Oh shit, kijk hoe snel hij is. Oké. Laten we proberen zijn ei te pakken. Het zou fucking chill zijn als we zijn ei konden pakken. Ik wil het echt proberen, het lijkt me echt leuk. Kut, ik kan het niet eens meenemen. Oké, we gaan, Chester, we hebben een ei. Kom, Chester. Kom mee, Chester. Oké, we gaan wegrennen, want we hebben het ei. En dankzij dat we het ei hebben, komt alles goed. Dit is misschien heel dom geweest. Maar het is wel leuk. We hebben wel meer van dat spul. Dus we kunnen straks een rope maken en zo. Chester. Oh, sorry. Als jij nou even al die nutteloze dingen zoals dit bij gaat houden. En die tail en zo. Die heb ik toch allemaal niet nodig. Kun jij wel bij over mij. Meer spinnen zouden ook niet verkeerd zijn, dus. Yep. Hello spider glands, daar kunnen we goed mee healen, dat is mooi. En als we deze ook nog even slopen, dan hebben we nog een hele hoop van dat spider spul ook. Ik weet niet waarom die bewogen, dus daar heeft toch echt geen spin in, maar dat maakt niet uit. Dan hebben we nog veilig en op tijd thuis zien te komen. Dat gaat wel lukken, hoop ik. Nice, eindelijk een keer een goede run. En dan kunnen we hopelijk dadelijk, oh kak. Light, we hebben toch een torch, dus dat is op zich niet zo erg. Het is echt mooi, iedere keer als we thuis komen, dan vinden we zo'n kat. Sorry, ik doe je geen pijn met Chester, het spijt me. Dan kan ik nu, als ik me niet vergis, ja, een crockpot bouwen. Zo. Daar ongeveer. Kunnen we daar die in stoppen. Zonne-een in stoppen. En vlees in stoppen. En dan een koekdruk. En ik ben benieuwd wat daar voor voedsel uitkomt. Hopelijk iets gaafs. Ik heb meatballs gevonden. Oké, nice. Ik heb meatballs, zou ik het zo zeggen. Dus dan kan ik nu misschien wel meer meatballs maken. Die stoppen. En dan, als er nog één soort van groente of zo zou kunnen vinden, zou het helemaal mooi zijn. Wortel of zo, of een berry, of een mushroom. Oh, ik kan natuurlijk ook gewoon mushrooms opgraven. Geef mij die mushrooms maar, dan maak ik wel een soort van mushroom meatball ding. Ja, komt helemaal goed erin. En dan cook. En krijgen we gewoon keihard voedsel. Super mooi dit. Ik maak een chest, denk ik. Kunnen we daar onze voedsel kwijt? Ik ben wel benieuwd wat 3 keer vlees erin maakt. Misschien maakt het wel iets heel cools. Misschien ook helemaal niet, wie weet. Dan komt het eruit. We zijn gewoon al bij dag 7 trouwens, hè. Wat zou er uit de crockpot komen? Als het meatballs zijn, jongen, dat is het verspilling van ons vlees geweest. Bacon en egg of niet? Nice. Cool. Rope hebben we. En dan kunnen we hier een voetbalhelmet maken. Zijn het een beetje beschermd tegen de boosaardige wereld om ons heen. Dus dit is eigenlijk altijd om de aflevering af te sluiten. Vond je de video leuk? Laat even een likeje achter. Wil je meer zien? Laat even de reacties weten. En dan hoop ik jou in de volgende video weer terug te zien. Ja. Houdoe.